Nou, dat rechtdoorgooien gaat wel een beetje goed, hè? Ja. Nou, lijkt het je leuk om een keer met effect te leren gaan bowlen? Dat is wel prachtig. Nou, dan gaan we daar aan de slag. Ja, maar goed. Wat belangrijk is met effect gooien, is dat je je hand wat anders houdt dan als je rechtdoor wilt gooien. Okay. Als je rechtdoor gooit, hou je je hand onder de bal. Ja. Als je met effect wilt gooien, moet je de hand iets aan de zijkant van de bal houden. Okay. Dit is je startpositie, maar ook je eindpositie. Hier moet je ook eindigen en zo laat je de bal los. Duidelijk. Nou, zoals je zag, gooide ik nu over het tweede pijltje van rechts en niet meer over het middelste pijltje. Dat komt nu natuurlijk omdat ik met effect gooi, is het mikpunt anders geworden. De pin waar je op mikt is dan nog steeds hetzelfde, maar omdat je met effect gooit zou je daar iets meer rechts van moeten mikken. En dan hoekt hij daar zo naartoe. Oké. Okay. Wil jij het een keer proberen? Ja, graag. Nou, hij was mooi. Maar probeer daar een beetje op te letten, is dat je je hand een klein beetje meer aan de zijkant houdt van de bal. En dat je iets meer op de tweede pijl focust. Ja, dat ging iets minder, hè? Ja, ik denk als dat allemaal onder de knie is, dan gaat het helemaal goed komen. Ga proberen. Ja, kijk eens. Supergoed, man. Goed, man. Lekker. Nu wil ik jou wel eens in actie zien. Nou, gaan we doen. Ja?